Hey, maar wat voelde je toen Ajax, voor die in één keer als het eerst kreeg te horen van dat Ajax interesse had? Wat, ja. Wat ging er door je heen? Wat dacht je van wauw? Is goed man, kom eraan. Jongens, onderweg naar Emmen. We hebben zo dadelijk Kjell Scherpen in de auto. Nieuwe keeper van Ajax. Dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal. De jongen heeft veel meegemaakt. Is op jonge leeftijd, moet ik zeggen. Dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal. We gaan naar hem kijken. Yes, later. El Kayati probeert het ineens. En dat was wel verrassend. Goeie redding van die 18-jarige doelman. Ja, kom zitten, jong. Moet je rijden? Mag rijden? Moet je rijden? Nee. Van wie is die motor? Van de speler, hè? De speler? Spelers zijn weg. Is die niet van de speler, die motor? Of van de materiaalman? Die van de materiaalman, hè? Die verdient meer dan jullie. Maar niet... Van de verzorger. Niet legaal. Dat doe gewoon op, pik. Anders krijg je een boete, hè? Ik zie je zo. Geef ik zo'n beetje gas. Zo gaat het, jongen. Goed man, kan je stoel naar achteren? Ja, dan moet je even naar achteren. De zijkant? Ja. Lukt dat? Ja, dat is goed zo. Zo goed? Aangebak. Mooi hè? Ja, jij kan hem ook wel halen binnenkort. Nee joh. Je hebt toch een contract tegen bij Ajax? Ja, dat klopt. Dus, is dat mooi? Ja, zeker. Ga je naar Amstelveen ook? Ik ga die kant op, ja. Daar ga je wonen? Ja. In de buurt? Ja. Dat is wel lekker dichtbij man. Ja, is 10 minuutjes ongeveer, dus dat is prima. Ja. Ja. Maar wordt wel een stap voor jou, man. Ja. Of niet? Tuurlijk, gewoon een uitdaging, mooie uitdaging, denk ik. Ja, dat ook, maar ook, dat je, ook omdat je weggaat uit Emmen. Want je bent altijd hier geweest. Altijd hier geweest, dus Amsterdam en Emmen is wel een groot verschil natuurlijk. Maar alleen maar leuk, denk ik. Ik heb zin in. Ja, wat wanneer ga je weg? De 21ste moeten we melden. Dus als ik mijn huisje heb en die is klaar, dan ga je die kant op. En heeft Ajax dat allemaal geregeld voor jou, dat huisje en zo? Of? Hebben ze dat iemand, wat vroeger was dat wel zo, dan gingen ze gewoon, als ik dan een huis nodig had, dan hadden ze iemand lopen daar. Ja. En die ging dan regelde alles, dan hoefde je alleen erin te trekken. Kijk, ik heb zelf ook een beetje rondgekeken. Ja. En ik heb ook al via makelaar van Ajax wat huizen bekeken. Dus, Verwelius of zo is dat toch? Daniel was dit. Oh, dat is iemand anders. Dus nee, dat is allemaal goed geregeld zo. Dus ik moet nog even een beetje voor mijn eigen meubels en zo erin zetten. En dan kan ik erin. Heb je nog meubels nodig? Ja, extra lang hè. Nee, dat bedoel ik niet zo. Maar heb je nog meubels nodig? Ik heb mooie zaken. Oh, jij hebt mooie zaken. Echt mooie dingen. Ja? Ik ga het nummer geven straks, moet je me bellen. Waar is dat dan? Dat is in Dronten. Okay. In Dronten, dat heet Tough Living, is echt mooi. Moet je maar straks op Instagram kijken. Echt supermooi. Hele lange banken, echt heel lang. Ja, voor jou. Heb ik ook nodig, ja. Extra lang. Godverdomme. Extra lang, man. 2,04 meter, hè? Ja. Word ik nou een keer scheidsziek van al die mensen. Oh, lange dit, lange dat. Ja, dus altijd overal waar je komt, gaan ze daar. Begint ze altijd daar ook. Ja, hè? Altijd lange dit. Ja. Je bent wel, je bent wel. Ik hoef niet open, nu. Ik schrok wel van de week, jongen, bij VTBL. Ja. Echt zo'n verschil, hè? Ja, als je op televisie dan valt het op zich wel. Ja, dat is een beetje een lange slungel, is het dan. Ja. Maar, Maar je bent echt, is alles in verhouding ook gewoon? Nou. Nee, mag niet klagen. Nee. Maar heb je een vriendin ook? Uit Emmen ook? Ja, ook uit Emmen. Dus ga samen saapjes die kant op. Oké, en wat gaat zij doen dan? School en werken gaat ze daar doen. Oh, ze zit dan gewoon op school. Ja. Kut auto, als dat aan en uit gaat, word je gek van me. Oké, dus ze gaat daar naar school ook? Ja, ja. Oké. Okay. Dus ze heeft alles zo goed als geregeld nu. Ja. Dus die is er ook klaar voor. Ligt daar water als je wilt. Volgens mij is die gevallen. Top. Dat had ik voor jou gekocht speciaal net. Goed bezig, ik denk, dat moet toch wel... Gezond, gaan, hè, water. Ja, naar Ajax, dan moet je toch gezond blijven, hoor. Zeker. Hey, waar heb je met Ten Hag al gesproken? Mm-hmm. Ja, gewoon... Hij vroeg een beetje, we kennen elkaar nog niet echt natuurlijk. Dus een beetje persoonlijk gesprek was het. En
hoe hij het voor zich zag dat ik daar kwam. Dus ja. Nou, dat sprak me allemaal wel aan. En ja, het was allemaal wel positief. En wat is hij van plan dan met je? Je hoort heel veel mensen zeggen, ja, hij heeft getekend bij Ajax, maar wordt hij uitgeleend een jaartje of zo? Ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel dachten, maar voor mij ga ik me gewoon volledig focussen daar op de training. Jij gaat gewoon echt ervoor vechten gewoon om... Ja, ik denk toch dat bij Ajax ook de beste mogelijkheid ligt om mijzelf te ontwikkelen. Ja. Met de faciliteiten die ze hebben daar. Top, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt top. Dus, ja, dat is MN niet mee te vergelijken, hè? Nee. Dan zie je het verschil van clubs, hè? Wat er allemaal... Dan ga je weer van zo naar helemaal zo natuurlijk. Nu kom je dus, echt in... Nu kom je echt in die voetbalwereld, ja, zeg maar. Ja. Dus dat is eigenlijk wel geniet ook. Alles heb je, zwembad en zo. Ja, gym. De grote gyms en alles checken ze, alles houden ze bij. Ja, precies. Allemaal meters, dit en dat. Ja. Dus ik denk alleen maar goed om daar... Mooie tijd ga je beleven daar, man. Ik zeg het je. Denk ik ook. Absoluut. Wel veel verhuis ook. Dat wel. Als je Champions League speelt, veel weg. Houd je alleen. Ja. Dus ze is goed voorbereid. Dus, Ja, want nu is het gewoon. Kijk, nu kan ze even naar huis, naar de vader, moeder of wat dan ook. Ja. Of dan zit ze daar. Ja, het is ook niet zo heel ver weg natuurlijk, maar. Nee. Maar toch. Ja, dus ik hoop ook dat ze een beetje op school en dat soort dingen wat vriendinnen maken. Weet je wel. Dat ze toch. Als ze in Amsterdam blijft, dat ze daar ook wat mensen onderheen heeft. Ja, is wel leuk. Als je een paar vriendinnen mee naar huis neemt ook. Altijd goed. Hey, ik had toch een cadeautje voor jou, man? Een cadeautje? Ja, tuurlijk. Ja, je bent gek. Ik heb een cadeautje voor jou, man. Dus kijk, het is echt lekker. Hele dure hier. Kijk eens. Een cadeautje, gewoon. Stinkt vast, zeg. Ik weet niet. Die stinkt, jongen. Die stink. Je moet de wc zetten. Je vangt alleen maar geld voor, maar het ruikt helemaal nergens. Nee. Dat is mooi, man. Neem maar mee. Sinds wanneer heb je dit, man? Is het nog niet uit eigenlijk. Oh, prima. Je hebt het primeurtje. Lekker zeg. Oh, die baker is echt koud. Maar ik ga straks echt naar het café. Maar je hebt nu vakantie. Je hebt vakantie toch nu? We hebben nog activiteit met Jong Oranje. Ja. En dan op vakantie. Blijf maar gaan. Ik word helemaal gek van jongen. Altijd als ik de hele dag bellen ze niet, ze ruiken het gewoon dat ik in de auto zit op te nemen, weet je wel. Dus je hebt nog met Nels, of onder 19 moet je nog, hè? Nee, Jong Oranje. Oh, Jong Oranje, tuurlijk. Ja. Ja. Wat moet je doen dan? We hebben nou net 2 dagen trainingstage gehad. En morgen wordt bekend of ik volgende week ook erbij zit bij selectie. Voor oefeninterland tegen Mexico. Uit? Nee, thuis. Gewoon Nederland. We spelen trainen in Zeist. Ja, dat is belangrijk. Dat is mijn schoonvader. Moet je niet over. Ik weet niet op. Nee, dus we trainen in Zeist en spelen vrijdag in de Vijverberg tegen Mexico. Oké, daar zit je wel bij toch? Ja, de kans is wel groot. Lekker dichtbij, ook Doetinchem is niet zo ver, of wel? Nee, we moeten dan naar Zeist, want daar trainen we gewoon bij de campus van KNVB. En dan, Zeist, Doetinchem is ook niet zo ver. Nee. Oh, dus, maar dat is best wel klote, want hoe lang heb je nou, je bent nou van de club ook vrij toch gewoon al? Sinds 15 mei hadden we de laatste wedstrijd. En toen ook niet meer getraind, hadden we nog een afsluiting. Ja, dus nu moest ik dinsdag moest ik me dan melden bij Jong. Ja. En gisteren teruggekomen. En dan nu weer een paar dagen vrij. En dan weer 5 dagen. En dan. Dat is ook wel een lang seizoen, hè? Ja, kijk, dat komt er nog even achteraan dan natuurlijk, maar. Word er gek van ook, man. Als je, kijk, je hebt al een week vakantie gehad, dan moet je dan weer. Na een week moet je weer. Ja, kijk, als je zo bekijkt wel, maar aan de andere kant, voor het eerst bij Jong Oranje. Dus. Spannend? Ja, is wel heel leuk. Ik kom natuurlijk ook nu ook leren jongens te kennen die bij Ajax zitten. Ja. Dus, maar wie speelde Jong Oranje? We waren nu met die stage waren met Dani de Wit, Ben Schuurs en Noah Lang zaten erbij van Ajax. Oh ja. Dus ik weet niet wat er nog met de definitieve selectie bij zit allemaal. Hmm. Maar in ieder geval die 3 jongens. Kluivertje ook, Jong Oranje? Ja, maar die had volgens mij nu nog wedstrijden met Roma. Oh, okay. Dus die zal er volgende week wel bij zijn. Ja. Oh, dat is wel leuk, dat is de eerste keer, man. Ja, dat is vet. Ja, dat is mooi. Weer een leuke ervaring. En kun je een beetje wennen aan het niveau. En de jongens ook, je leert ook de jongens al een beetje kennen. Ja, dus... ja precies. Dus dat is ook alleen maar goed, denk ik. Kijk, wat is dat wel spannend als je de eerste dag zeg maar, zo op de training komt en dan gaat bij Ajax en dan denk je, oeh,
En je kent nog niemand. Nee. Maar je bent gewoon een scheidsman. Je bent een grote jongen, man. Als je gewoon de pick-up slaat, denk je met die platte hand. Zo, dat kan ze. Ja, ga weg, blijf staan, jongen. Ja. Nee, maar dat valt ook mee, joh. Maar ja, dat is altijd, als je dan zeg maar. Kijk, zie je ze op televisie en je hebt tegen ze gespeeld, denk je, oh, weet je wel. Ja. Heb je toch een bepaald beeld van iemand, maar als je dan ze leert kennen, is het gewoon heel relaxed. Het is gewoon hetzelfde als bij Emma, hoor. Ja. Alleen de naam is groter en de club is groter. Voor de rest is het allemaal ouwe hoeren, gewoon op training en zo. En, toch altijd een beetje die voetbal atmosfeer is dat altijd al. Dus komt wel goed. Ja. Zeker. Kijk, je vader was ook een voetballer, hè? Ja. Kon hij een beetje goed voetballen? Was hij spits? Ja, hij was spits of hij speelde op 10. Maar op een gegeven moment, zijn knie werkte niet meer echt mee. Dus toen moest hij stoppen. Hij had nog, hij zal vast niet blij zijn dat ik dit zeg, maar hij had nog de bal op de Emmen naar de Eredivisie had hij op de schoen. Tegen Heerenveen. Dus schoot hij even over. Meen je niet? Ja. Was hij in onderhandeling met Heerenveen? Nee. Dus dat zeggen nu ook al veel mensen tegen hem. Van, je had ons wel. Dus dat houden ze hem altijd nog een beetje voor. Zo, van dat... Ja, af en toe komt het even voorbij. Ach ja. En iedereen kent elkaar natuurlijk. Dus beelden staan ook op YouTube. Dus dat is wel leuk. Ja. En je moeder was handbalster, hè? Ja, keepster ook. Oké. Okay. Dus altijd echt wel. Een sportieve familie, man. Ja, eigenlijk. Handbal en voetbal een beetje door elkaar. Ja. Mijn moeders kant was meer handbal en bij mijn vader was het altijd voetbal. Hey, maar wat voelde je toen Ajax voor die in één keer als het eerst kreeg te horen van dat Ajax interesse had? Wat ging er door je heen? Wat dacht je van wauw? Ja, het is wel bijzonder. Want, had je verwacht dat je. Nou goed, kijk, je speelt altijd bij Emmen, weet je wel. En dan denk je nog niet echt van nou, volgende club wordt Ajax of zo, weet je wel. Dus dan denk je dan van Emmen dan lijkt het niet echt logisch dat je dan in één keer zo'n stap gaat maken. Uh-huh. En dat besef je ook nog niet helemaal, dan denk je nog niet op en na. Nee. En dan is het wel echt zo, dan hebben ze interesse en dan ga je het even bij langs het seizoen. En dan begin je als 18-jarige in de goal natuurlijk bij een Eredivisieclub. Dan denk ik ook wel, het is best logisch dat ze interesse hebben, weet je wel. Uh-huh. Een jonge keeper die op hoogst niveau speelt. Ja. Dus met ook nog zo'n lengte. Dus ja, dan denk je wel van ja, op zich wel logisch dat ze misschien wel interesse in je hebben. En met je aan de slag willen. Ja. Dus, en je lengte, is dat, zeg maar, is dat een nadeel voor je keeper zijnde? Ja, hoge ballen niet natuurlijk, maar naar de grond. Dus zeg altijd, ja, lange keepers hebben moeite om naar de grond te gaan. Heb jij dat ook? Nee, eigenlijk niet. Kijk, voor mijn gevoel ben ik nog best wel snel bij de grond. Maar soms is het gewoon lastig om als je dingen. Niet verwacht die gaan gebeuren, zeg maar, om daar nog weer op te gaan reageren met zo'n lang lichaam. Ja, dat heeft wat meer tijd nodig dan bijvoorbeeld een iets kleinere keeper. Maar en voetenwerk en zo, dat soort dingen. Bewegelijkheid. Ja, maar dat is wel lastig. Dan ga je bij Ajax, heb je met Lamy gesproken, hè? Ja. Ga je dan ook meedoen met de positiespelletjes en zo? Ja, voetballende dingen, hè? Dat is gewoon nog wel een punt wat beter moet natuurlijk. Ja. Dus ik denk bij Ajax, weet je. Voetbal niveau ligt zo hoog. Dus, dan pik je automatisch af. Ja, dan ga je snel mee, hoor. Als je dat elke dag doet, dan leer je dat gewoon. Ja. Bij Emma had je echt wel. Je hebt 4 keer de 0 gehouden, hè? 4 keer, ja. Eigenlijk heb je 2 goals per wedstrijd onder oren gehad, hè? Ja, was op een gegeven moment. Maar dat is ook niet zo gek. Kijk, Emma hebben het budget van weet ik veel. Die hebben niet zoveel. Je kunt er niet zoveel uitgeven. Het is gewoon geweldig mooi dat Emma ook gewoon is in de Eredivisie gebleven. Ja, Hoe was dat? Hoe leefde dat? Een grote beleving. Ja? Ja, het was echt moment. Toen we promoveerden ook, toen kwamen we terug met de bus. Het stond het hele plein in het centrum vol. Ik weet niet hoeveel, met een paar duizend man. Meen je? Ja, het was echt heel mooi. Er was niemand meer thuis, hè? nee. En normaal zitten ze altijd thuis op mijn tijd. Ze moesten voetballen. Dus... Nee, dus dat was wel echt heel mooi moment. En nu ook weer. Nu kwamen we ook terug en dan stonden ze voor het stadion met een paar duizend man ook weer ons te verwelkomen. Ja, dat is wel mooi. Echt genieten. Ja. Het is echt mooi dat het zo met de club ook de goede kant op gaat. Ja. Zeg maar. Echt met stijgende lijn. Dus dat is wel mooi om te zien. Ik heb 1 keer tegen Emmen gevoetbald. Beraad is, ik speelde bij Twente. Wil je raden hoeveel ik verloren heb? Ik heb pakken. Dik op de doppen. Ja. 3-0 of zo? 5-0. Hier in het stadion toen. Wij waren op trainingskamp, kwamen terug, was regen, maar bij jou moesten we hier in één keer voetballen. Het was koud. Ja. En we moesten voetballen hier, joh. Ik had daar helemaal geen zin. Ja. Boep, 5-0 verloren. Ik heb een pak slaaf van Emmen.
Ongelooflijk. Onderschattingen. Ja. Ja. Misschien dit jaar ook al een paar clubs die ons onderschat hebben. Ja, natuurlijk. Denk ik wel. Maar uiteindelijk moet je dan nog wel winnen natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld uit ADO, Utrecht, Vitesse uit gelijk. Ja, bij ADO speelde jij heel goed, hè? Ja, dat was de eerste pot. Dus, ja, eerste pot. Toen kreeg je, hoe heet die keer op Fox? Met die krullen, hoor. Gert-Jan Verbeek. Ja, die zei ja. Van, hij wordt keeper van Oranje, dit en dat. Toen ontplofte de bom, hè? Ja, toen ging het helemaal los. Toen, wat gebeurde? Ja, gewoon heel die media, ontplofte. En mijn telefoon stond niet stil. Ik bleef maar gaan. Alleen maar aanvragen, interviews. Ja, ook. En zaakwaarnemers die in één keer wouden. Dus, dat is wel een beetje gek huis. Maar wat zijn bijvoorbeeld, wat zijn ze dan tegen je? Je krijgt dit van met dat van. Nee, dat niet. Maar nee, geen gouden bergen beloven en dan. Nee, dat niet. Dus tenminste, die heb ik niet gezien. Dus, Oké. Ben je muziek? Ben je ook van muziek of niet? Luister je een beetje muziek? Ja, gewoon wat nieuw is, zeg maar. Dat, beetje die Nederlandse hip-hop. Ja. Het is even alias. Ik heb herpes. Toch? Ja. Kijk, jij hebt een contract getekend bij Ajax, hè? Ja. Waarom koop je niet zo'n helikopter die daar staat? En dan kan je gewoon hier in Emblem wonen en dan vlieg je gewoon naar Amsterdam en dan terug in Em. Ja, zo doen. Je hebt geld zat niet, dus nee. Wat ga je doen met je eerste geld? Is hier nog geen Rolex? Nee, gaan we niet doen, joh. Gewoon lekker mezelf laten. Ja, dus, ben je niet van de... Tuurlijk wel, ik ben wel gewoon van een merkkleding of zo, weet je wel. Dus dat natuurlijk vind ik allemaal mooi. Discord en zo. Ja, bijvoorbeeld is gewoon een mooi merk, zeg maar. Je bent wel een modemannetje, hè? Zag ik al laatst ook bij. Ik denk, oh, die komt de klom. Maar. Ja, dat beeld hebben ze van ons. Ja, dat denken ze allemaal. Nou, maar dat valt wel mee, hoor. Nee, die meisjes hier die hebben nooit slipjes aan, dat weet ik wel. Daar heb jij ervaring mee, hoor. Jij kent ze allemaal goed hier. Oh, kijk hier, jongen, een ding. Er staan wel mooie huizen hier, hè? Ja, die hier wil je... Hier niet? Nee. Oh, maar hier staan zich leuke huizen in. Ja. Flitspalen. Zullen we ook nog flitspalen emmen? Ja. Dat kan er niet. Ja. Ben je auto gek? Ja, ik ben niet auto gek. Ik ben niet... ik heb er niet helemaal verstand van of zo. Maar ik vind het wel gewoon mooi om een leuke auto te rijden. Wat voor auto heb je besteld, Ajax? Ik moet nog naar de garage toe. Dus, ja. Even kijken wat... Cedis. Ja. Dat moet je... Of... A-klasse is niks voor jou, man. Nee, maar kijk, moet wel een beetje comfortabel zijn natuurlijk. Met die lange benen. Ja. En als ik dan een keer terug wil nemen of zo. Dus, maar niet te gek, gewoon... Of een E-klasse is ook wel... Is wel E. C-klasse moet je ook niet pakken. Zo klein, hoor. Ja, maar je hebt toch ook van die hoge? Ja, je hebt een GLE, heb je. Die moet je pakken. Nee, joh. Gek. Waarom? Dat is too much, joh. Toch, of niet? Nee, man. Er zijn veel jongens bij met GLE, hoor. Ja, goed, even kijken dan wat er allemaal mogelijk is, weet je wel. Ja. Gewoon lekker, als het maar gewoon goed zit en comfortabel is. Ja. En niet te veel zuipt. Deze zuipt ook veel, joh. Wie? Deze auto. Ja. Lijkt mij wel, maar ik moet om de twee dagen gewoon €90 denken. Oh, ja. Maar ik maak het veel. Ja, je rijdt het hele land door. Het hele land ben ik. Hoe lang ben je nu onderweg geweest? Nu, ja, ik heb echt rustig aangehouden. Ik denk 1,5 uur. Oh, ja. Ik heb even nog een broodje gegeten onderweg. Ruimballetje. Dus, maar ik rijd echt veel, joh. Ik zit nou en dan Emmen, morgen Rotterdam, overmorgen Rotterdam. Waar zit ik? Zondag Den Bosch. Maar maak echt even kilometers. Kilometers, ja. Gek van, man. Ja. Maar ja, moet wat, hè. Hak me op met de letten. Met voetbal. Klopt. Ja, heb je ook gedaan, toch? Ja, niet goed genoeg. Nee. Hey, Netflix, wat voor serie ben je kijken? Ja, ik heb echt alles al gezien zo'n beetje. Heb je Undercover gezien? Ja. Ah, die is top, hè? Ja, is hij is echt goed, hè? Ik zie jou daar ook wel eens bij. Dat is niet wat voor jou, even een serie. Ja, tuurlijk. Ik ben ook eigenlijk zo, joh. Ferry. Dat weet ik wel. Ja, dat is echt vet. Ja, hij speelt goed, maar als ik hem dan zie, niet met reclame. De Jumbo. Ja, ik ken die gangster in de Jumbo. Ja. Hij speelt wel goed, hoor. Ja, absoluut. Shit, Jamina. Ja, leuk man. Leuk. We zijn er weer terug. Hey, luister eens. En als je nou zeg maar klaar bent bij Ajax, hè? Hmm. Je hebt daar een paar jaar gezeten, gekiept en zo. Ja. Wat dan? Waar wil je heen als het buitenland komt? Ik denk wel Engeland. Engeland is voor jou wel mooi, hè? Ja.
denk, dacht ik ook al aan. Dat het wel echt iets voor mij is. Ja. Weet je, maar we gaan zien, misschien Duitsland ook nog wel. Dat is wel iets anders natuurlijk, maar Engeland zou kan ook nog wel Duitsland, ja. Maar Engeland is wel echt wel. Engeland zou wel even. Hoge ballen veel zo, je hebt die lengte van ja, je. Ja, ja, het is toch een beetje meer. Moet je nagaan, nee, nu ben jij zo, hè? Je bent nog een jonge jongen, hè? Ja. Als jij straks. Kracht. Ik ken het niet, hoor. Daarin. Als jij straks kracht krijgt, nog meer kracht, hè? Ja. Zulke op zo'n postkast, als jij dan uitkomt en je kijkt hoe mensen opzij springen. Ja, dan komen ze niet meer. Denken, laten we zitten. Ja. Oh, mooi. Ja, die is mooi. Dat is die GLE. Maar je hebt ook een GLC. Want dit is een, M. Dit is een M. Dit is mooi. Die is heel top. Die rijdt super. Die heb ik ook gehad vroeger. Je hebt alles gehad? Ja, ik heb alles gehad. Alle auto's. Alleen Bentley heb ik niet gehad. Voor de rest heb ik alle auto's gehad. Ben je een beetje auto gek ook? Ja, ik ben helemaal gek van auto's. Ja? Ferraris, Lamborghinis, al die gekkigheid heb ik gehad. Maar deze bevalt toch goed, toch? Deze is top, man. Ja. Deze is top auto. Ook voor de kinderen, lekker veilig. Ja. Alleen bij mijn vrouw, ik hoop altijd dat mijn vrouw de gordel niet omdoet. Ik kan een keer goed remmen als ik op de snelweg zit. Hij is even klaar mee, Ben. Top, was gezellig, man. Ja, was gezellig. Mooi dat ik mocht komen. Dankjewel. Dankjewel. Top, we gaan eventjes we gaan even daar wat drinken. Bakje doen. Bakje doen. Sigaretje roken. Lekker man. Lekker man. Yes, jongens, dat was Kjell. Leuke gozer, lieve jongen. En een reus van de vent. En ja, ik denk dat Ajax wel leuke dingen kan beleven aan hem. En ja, ik hoop gewoon dat hij het heel erg goed gaat doen. Want dat gun ik hem gewoon. Veel dingen meegemaakt wat ik al zei. En ik gun hem dit echt. Bedankt voor het kijken weer. En onthoud even dat je deze handschoenen kan winnen. Even abonneren. En dan komt alles goed. Bedankt en we gaan weer verder naar de volgende. Yes, later.